Even iets voor iedereen die lid wil worden van de AVRO. Is het u al opgevallen dat de AVRO-bode vernieuwd is? Dat die heel kleurrijk is. En veel overzichtelijker. De AVRO-bode nieuwe stijl, duidelijker, beter en nog steeds voordelig. 26 weken voor maar één tientje. Maak mij maar lid. En wat ik zeggen wil, ik wil zeggen wat ik zeggen wil. En wat ik zingen wil, ik wil zingen wat ik voel. En als ik leggen wil, komt dat omdat ik leggen wil. Hoewel ik daar natuurlijk liggen mee bedoel. En als ik zeg dat ik verliefd ben op ballonnen, is dat de waarheid en er is nog net als toen. Als je mij vraagt, ben ik nog niet eens begonnen. Maar aanstaande maandag begint hij wel en is niet meer te houden. Toon Hermans met hoogtepunten uit 30 jaar theatershows. Deze winter driemaal Toon bij de AVRO. Een compleet gevoel. Diezelfde avond om 11 uur de eerste show van Caroline Kaart. Een verrassende show waarin Caroline talloze gasten ontvangt. Samen met Albert Mol zingt ze een gedeelte uit de musical Easter Parade van Irving Berlin. Het Metropoolorkest is er en het Westfries Mannenkoor. Maandagavond Toon Hermans en Caroline Kaart, natuurlijk bij de AVRO. Toon en Caroline dus aanstaande maandagavond, maar de AVRO brengt meer coryfeeën bij u op de buis. Een daarvan is een vrouw die al 30 jaar in de schijnwerpers staat. En het wonderlijke is, ze schijnt er altijd weer mee in staat te zijn om er mooier uit te zien dan de spiegelbeeld. Hier is Radio Monte Carlo met onze rubriek des artistes. Ce matin, j'ai pu rencontrer la chanteuse hollandaise Wilke Alberti, qui finissait de faire ses bagages dans son appartement à Monaco avant de partir définitivement pour la Hollande. Ces prochains jours, elle va parcourir la France en voiture pour prendre le temps de nous quitter pendant que son mari Soren Lerby commence une nouvelle saison de football en Hollande et que ses enfants retournent à l'école. Wilke, amitié à toi et à ta famille et à bientôt. Wilke was 8 jaar toen de plaatselijke voetbalvereniging haar vroeg of ze op hun feest een paar liedjes wilde zingen. Ja hoor, graag. Antwoordde ze en wandelde parmantig het podium op. Ze is het podium niet meer af geweest. Op haar 12e, dus precies 30 jaar geleden, maakte Wilke haar allereerste plaatje samen met haar vader Willy Alberti. Zal ik dan als u kunnen zingen? Nee, niet zoenen. De eerste top 10 hit bleef niet lang uit. Nee, niet zoenen op het zebrapad. Dat mag beslist niet, want... Ook de volgende plaat bestormde de hitparade en werd nummer 1. Iedere avond vraag je mij, zeg ben jij strakjes vrij? Natuurlijk zeg ik, hoe kom je erbij? Ik hou van normen. Tal van tv-optredens volgden. Wilke werd een rage. Dagelijks ontving ze wel 60 tot 100 brieven van fans. En er komt ook iets heel fijns. Dat is dat ik samen met papa en Fred Kaps naar de Nederlandse Antillen ga. Dat is dus in juni. Dus dat is een heleboel, hè? Het duurde dan ook niet lang of ze kreeg haar eerste tv-rolletje. Zeg, moet jij niet terug naar je boekenstalletje? Zou ze doodgaan? Kan ik dat nou weten? Zal me zijn van wel, wat de
de dokter vanmiddag door de telefoon zei. Hoe weet jij dat het de dokter was? Nou, dat zei meneer Sanders. Ze hebben ook altijd wat met de oude mensen.